Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Klaus en Lena waren super blij met de villa die we opgeleverd hebben in de laatste vlog die jullie gezien hebben. En nu is het dus tijd om de volgende klanten blij te maken. En tijd om verder te werken aan de afwerkingsfase van een nieuwe villa. En ze zijn in de bouw nog druk bezig zoals je kunt zien. Want ik zie nog een hoop rode stenen. Maar het laatste stuk gaat altijd heel erg hard. En we zijn inmiddels daar in het proces dat we de kasten, de badmeubels en de keukens moeten gaan ontwerpen. Zodat dat geproduceerd kan gaan worden. En daarom heb ik mijn allerliefste roomie, Johan van de Haco Kitchens, bij me. En dit is Noah, die helpt mij momenteel met social media. Dus die is ook lekker wat foto's en video's aan het maken. Maar wij gaan aan de slag, want ik sta lekker te filmen. Maar Johan is al hard bezig, dus... De kerstmisboom ophangen. Deze. Ja, die ja, heel goed. Die de ballen. Met de ballen. En met sterren. En met sterren. Ook hebben we er zin in? Ja! Ja. En kijk wat we hebben. Wat hebben we? Oh, kun je erop doen? Oh, mooi hè, maar Luca heeft hem al vast. Vind je en het mooi? Zit in de kleed. Ja. Oké, okay, let's go. High five. Yeah. Zo jongens, is het goed gelukt? Ja. Ja. Vinden jullie mooi geworden? Ja. Ja. Goed zo. Trots op jullie. Wat zeggen we dan? Dankjewel. Oh, dat bedoelde ik niet. Merry Christmas. Dat bedoelde ik. And Merry Christmas tomorrow. Het is weer een nieuwe dag en misschien herken je het, want ik sta in de villa waar de vorige weekvlog over ging. Want in de vorige weekvlog hebben jullie kunnen zien hoe de laatste 2 weken voor de oplevering van deze villa eraan toe gingen. En ik ben hier nu voor de puntjes op de i, want nou ja, eigenlijk doet Guillermo het harde werk. Guillermo is van Haco Meubels en die is allemaal mooie schilderijtjes aan het ophangen boven de bedden. En ik ben er eigenlijk bij voor moral support en om te zeggen een beetje minder links, zoveel centimeter daarin. Dus ja, hij doet het harde werk en ik sta erbij en ik kijk ernaar. Ook weet ik inmiddels van de klant, ik had natuurlijk het huis afgesteld en gedecoreerd. Inmiddels weet ik van de klant wat er wel mag blijven en wat niet. Dus dat wat niet mag blijven, dat mag terug naar de winkel. Maar goed nieuws, en dat vind ik leuk voor mezelf, want dat betekent dat ik het goed gedaan heb, dat ik mijn klant goed ken. Dit is het beetje deco wat maar terug gaat naar de winkel. Dit. En de rest mag allemaal blijven, dus dat betekent dikke vette pluim in mijn kont. Is dat raar dat ik dat zeg? Een beetje wel, maar jullie snappen wat ik bedoel. Oké, okay, ik ga weer even verder met moral support geven aan Guillermo. Tot later.
Nou, alle schilderijtjes hangen op hun plek. En naast de schilderijtjes zijn er ook nog allerlei andere kleine klusjes uitgevoerd. Maar nu is het tijd om te eten. En we hebben bij La Vuelta, en tegenwoordig kun je boxen bestellen. En dan kun je dus thuis eten en kijken hoe heerlijk dit eruit ziet. Dus als je zo'n mooi huis net hebt gekregen, dan wil je natuurlijk helemaal niet uit eten. Dan wil je gewoon even thuis eten. En ook nu met de hele coronasituatie is het best wel handig. Ik laat het van dichtbij even zien. We hebben carpaccio, tomatensoep, een heerlijke salade. Iets met avocado heeft hij voor mij gemaakt, omdat ik niet gek ben op vis. Dit ben ik vergeten wat het is, maar volgens mij is het iets van vitello tonnato. En zalm. Dus dat wordt smikkelen. Zalm lust ik wel. Dus ik denk dat wij wel gaan genieten. Hey, ik loop weer bij de Oceanic Luxury Apartments, want ik ben op weg naar dezelfde villa. Wow! Op weg naar dezelfde villa als waar de vlog begon. En wat wel even leuk is, is dat hier het gemeenschappelijke gedeelte van het project begint al echt vorm te krijgen. Waarom ben ik op weg naar de villa? Omdat ik met de elektricien heb afgesproken om alle lichtknopjes, stopcontacten en lichtpunten te markeren. Dus dat gaan we doen en als ik daarmee klaar ben, dan zal ik jullie even een rondleiding geven door deze villa. Zodat jullie een beetje weten hoe die eruit gaat zien, wat de bedoeling is. En ik weet niet waarom mijn helm de hele tijd zo... Ik lijk wel een soort Spaanse bouwbegeleidster. Maar oké, nou, het Franse wilde ik zeggen. Ik zag Spaanse. Nou, jongens, ik ben toe aan weekend. Ik geef jullie straks een tour door de villa waar we de vlog ook begonnen. Over en uit. Nou, alles met de elektricien is aangemarkeerd. En ik zal jullie eens eventjes een rondleidingje geven door dit huis. Want die hebben jullie nog niet gehad. Dan zal ik even vertellen wat er waar een beetje komt, wat de bedoeling is. En ik heb mijn helmpje weer hoor, jongens. Dit is de entree naar de gemeenschappelijke ruimte waar de fitness zit en de sauna en het binnenzwembad. En daarboven zitten de gezamenlijke drielaagse infinity pool. En hier is de ingang van deze villa. Dan hebben ze hier een heel mooi terras met een groot zwembad. Hier komen allemaal planten in. Mooie natuurstenen muur. Daar zit al de voorbereiding voor de douche. Hier krijgen ze gaaf. Zie je, hier is het ondiep, dus daar komen lichtbedden op. Dan ga je hier zo met een trappetje je zwembad in. Dit prachtige uitzicht heb je hier. Kijk hoe mooi helder het ook vandaag is. En dan is dit waar de keuken komt met een eiland. En dan hier de eettafel. Hier komt de bank te staan. Die muur wordt ook nog met steen. En daar komt de televisie en de meubel. Mooie natuurstenen muur weer. Die wordt straks boven met led verlicht. Hebben we hier een los toilet. Auw, stoot mijn hoofd. Gelukkig heb ik een helm op. Hier komen de wasmachine en de droger. En hier komt een inloopkast. En dan is dit de master bedroom. Met heel veel mooie ramen. En dit is de badkamer. En die loop je zo hier naar binnen. Dan komt hier het badmeubel te hangen. Daar de spiegel. En dit wordt glas. Dus dan kijk je zo je douche in. Want als je hier naar achter loopt. Hier gaan we douchen. Maar vanaf deze kant kan je dus ook zo je douche in kijken. Cool hè? En hier uit je raam kijk je zo je patio in. En deze muur wordt ook met natuursteen. Oké. Gaan we naar beneden. En beneden, dat gaat echt als een apart appartement fungeren. Want deze trap wordt helemaal afgesloten met glas. En ook met een deur beneden.
Zodat je ten eerste goed de warmte vasthoudt, maar ook zodat het hier beneden eventueel verhuurd kan worden. Maar ook door de kinderen gebruikt kan worden. Dit wordt de woonkamer hier met de televisie. Hier komt de keuken. De wasmachines worden hier in de keuken verwerkt. Dan heb je hier een slaapkamer. En de badkamer die erbij hoort zit hier. Heb je hier nog een slaapkamer. En die heeft hier zijn badkamer. En dan als ik helemaal terugloop, dan heb je daar aan het eind de inpandige garage. Die is hier. Dus je komt vanuit daar aanrijden met de auto. Zo je garage in, ruimte voor twee auto's. En dan kan je hier omhoog. En dan sta je weer op je terras. Ik weet eigenlijk niet of ik hier al op mag lopen. Maar ik ga het gewoon doen. Ik denk dat het wel kan. Via hier. Zo omhoog. En dan sta je weer bij de ingang van het huis. En dan ben je weer bij dat prachtige uitzicht. Nou, zoals ik al zei, is dit dus waar de vlog begon. En hij is nog niet helemaal afgelopen, want ik ga nu nog even terug naar de winkel van de Haco Kitchens. Om bij Johan te kijken hoe ver die al is met de tekeningen. Dus als je nieuwsgierig bent, blijf nog heel even kijken. En we vallen midden in een vergadering. Hallo. Oké, de vergadering is over. En nu, Rumi, hoe staat het met de plannen? Nou, het gaat eigenlijk wel de wel lekker? Komt-ie. Dit is de keuken. Dit is het frontje. Op de tekeningen ziet het er erg heftig uit, maar dit is het. Het is ik zeg niet dat je tekening niet mooi is, hoor, bedoel gewoon, de computerding ziet er alleen anders uit. Nou, het is wel een greeploze keuken. Oh ja, die heeft hij er later bij. Het nadeel is dat hij iedere deur als één frontje ziet, dus ja, iedere knoest herhaalt. Maar in het echt loopt dat natuurlijk helemaal mooi door. In het echt is het een echt boompie. Ja. Oké, maar dit is dus het ontwerp voor de keuken. En dan gaan we naar de tv. Die is ook zonder grepen. Ja. Gewoon met poeskleppen. Ik weet niet, hij heeft alles met de grepen gemaakt. Voor de gezelligheid. Maar wel inderdaad zo op een natuurstenen muur. En ook die natuurstenen muur zit echt wat mooier. Maar we kunnen het tekenprogramma niet kwalijk nemen. Ja, sorry hè. Ik heb best opgedaan om ieder tegeltje stuk voor stuk te tekenen. Oké. Master bathroom. Ja. Nou, dit is het beeld vanuit de slaapkamer. Kijk je de badkamer in. Mm-hmm. En dan ga ik even kijken of ik een beetje muren kan verbergen zodat je het badmeubel goed ziet. Oeh, dit vind ik mooi geworden. En je hebt hem nu met die donkere bovenkant gedaan, hè? Maar je hebt ook nog om aan de kant te laten zien met het blad gewoon van wit, toch? Ja, ja. Maar die heb ik dan niet in de, in de hele plattegrond gezet. En hier komt dan die glas. Ja. Muur. Leuk hoor. En dan hebben we aan de andere kant kasten. Kledingkasten. Ja, nu ziet het er raar uit, maar dat komt omdat mijn muren weg zijn. Mm-hmm. Dan zet ik weer de muurtjes voor. Pompidom. En dan zijn ze ingebouwd. Leuk. Helemaal leuk. Nou, en dan hebben we nog een benedenverdieping, maar die bewaren we voor als het er helemaal in zit. Precies. High five, buurman. Aito. Kind, en wat zijn we aan het doen? Heike. En wat zijn ze hier voor ons aan het doen? Vertel eens. Ik weet het niet. Wat zijn ze aan het doen hier, Nina? Wat zit die meneer te maken? Wat? Een vis, ja. Hij zit uit een boomstam, zit hij een reiger te maken. En een vis. Cool. Kijk, deze is al klaar. En hier is er nog één. Nou, dan ben je een artist, of niet? Lekker gaaf.
wel even leuk is om te vertellen, is dat we nu echt 2 minuten bij Residential Oceanic vandaan zijn. Dus dit is eigenlijk het begin van het park waar je op uitkijkt als je bij ons vanuit de villa, zeg maar, zo het natuurpark inkijkt en de skyline van Guardamar. Dit is eigenlijk het begin daarvan. Dus er zit een super mooi park bij het project. De kinderen vinden het hier altijd mega leuk. Dus we zijn op adventure. Oh, oh wauw, en hier is nog zo'n sculpture van. Wauw. En ze heeft een vogel op haar hoofd. Dit is cool. Wauw. Kijk, dit is die berg waar we bij Oceanic Apartments altijd op uitkijken. En daar is Residential Oceanic. Hallo, kijk eens naar mij. Jongens. Daar. En dat is mijn vrienden.